De Curaçaose overheid wil gaan bezuinigen in de gezondheidszorg en neemt ervoor een advies over van de Raad van Advies. Dat meldt de Extra vandaag. Het gaat om grote bedragen, want Curaçao wil 34 miljoen gulden minder aan medicijnen uitgeven. Specialistische zorg zou het met 17 miljoen gulden minder kunnen doen. En voor medische uitzendingen naar het buitenland zou er 19 miljoen gulden kunnen worden bezuinigd. De overheid heeft de plannen in beraad en gaat het de komende periode verder uitwerken. De vakbond voor de zorgsector CBV gaat ook vandaag door met actievoeren. De vakbond is het er niet mee eens dat de directie van zorginstellingen Bethesda, Biergen Rosario, Witgele Kruis en SGR Groep zonder overleg met de werknemers heeft besloten het pensioenfonds over te hevelen van Enya naar Guardian Group. De werknemers op hun beurt willen duidelijkheid over hun geld. Gisteren demonstreerden ze onder meer bij Forti en voerden ze meerdere gesprekken. Vandaag zal de actie worden voortgezet. Onbekenden hebben gisteren kogels afgevuurd op een huis in de wijk de Savaan. Daarna hebben ze geprobeerd het huis in brand te steken. Daarbij is een deel van de garage verbrand en zijn ook twee auto's verbrand. Bij het huis vond de politie diverse kogelhulzen. De politie onderzoekt de zaak. Tweede Kamerleden die vorige week een bezoek brachten aan de barakken bij de gevangenis hebben zorgen. Volgens 8 parlementariërs moet Curaçao namelijk stoppen met de langdurige opsluiting van Venezolaanse migranten. Daarbij gaat het om Venezolanen die met een beroep op mensenrechten verdragen hopen op het eiland te kunnen blijven. Curaçao zelf zegt dat er geen geld is voor een andere aanpak. Ambulances moesten gisteren naar de gevangenis nadat er gewonden waren gevallen in blok 7A. De Extra meldt vandaag dat er in dat blok gevangenen zitten van een bekende bende op Curaçao. Gisteren liep het kennelijk uit de hand met steekpartijen tot gevolg. Ter voorbereiding op carnaval zullen alle snacks, minimarkets, supermarkets, bars en dergelijke die op de route liggen van de carnavalsoptocht binnenkort worden gecontroleerd. Het gaat om 150 zaken die bezoek zullen krijgen van het multidisciplinaire team. Van tevoren is aangekondigd dat er streng zal worden gecontroleerd op alle vergunningen en hygiënische voorschriften. De Curaçaose voetballer en international Elson Hooy gaat ADO Den Haag verlaten. Hooy zal voortaan spelen voor Hapoel Ra'anana. Het team staat momenteel laatste in de Israëlische voetbalcompetitie. Hooy was aan zijn derde seizoen bezig in dienst van ADO en had nog een contract tot het eind van het seizoen.